Want zodra Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam heeft gezegd. dat op de, dag van, op de dag des oordeels. zullen onze zonden aan ons gepresenteerd worden. En Allah subhanahu wa ta'ala. zal ons beoordelen. Hij zal zeggen zo en zo. Hij zal ons veroordelen. beoordelen op basis van onze daden. Maar dan zal de Koran opstaan. De Koran zal er voor ons opstaan en zal zeggen. O Allah, O oh Allah, alsjeblieft vergeet deze dienaar, want op zo'n zo dag heeft hij mij gelezen. O oh Allah, op zo'n dag ging hij mijn suras lezen. O oh Allah, op zo'n dag heeft hij mij aangeraakt. O oh Allah, op zo'n dag heeft hij naar mij gekeken. Subhanallah. Dus het is een middel van, van wasila, een bemiddeling voor onze zonden. Allalof zijn Allah, de schepper, de onderhouder. De voorziener van alle werelden en liefde, vrede en oneindige zegeningen, zijn met zijn meest geliefde profeet, de eerste der schepping van Allah subhanahu wa ta'ala, het licht der onze harten, het licht der onze ogen, de verdeler, onze leider, onze pleiter, onze bemiddelaar, Hij die onze harten doet herleven, Sayyidina Muhammad mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Wajibul ichtharam, zeer geachte aanwezigen, Beste kijkers, Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ik ben Allah Subhanahu wa ta'ala zeer dankbaar dat Hij ons allen vandaag hier, Alhamdulillah, in goede gezondheid in staat heeft gesteld om Hem gezamenlijk te komen aanbidden, om Hem gezamenlijk te gedenken, om deze vrijdag gezamenlijk te mogen vieren. Moge Allah Subhanahu wa ta'ala vandaag onze aanwezigheid accepteren, inshallah. Moge Allah Subhanahu wa ta'ala. Middels onze dua's, middels onze gebeden, middels onze Koranrecitaties, al onze hartenwensen vervullen en mogen Hij ons alle successen schenken van deze wereld en hiernaarmaals. Um, dua, het doen van gebed, het, vraag, het iets vragen aan Allah subhanahu wa ta'ala, is een essentieel onderdeel van ons zijn. Het is een essentieel onderdeel van ons imaan, van ons geloof. En van alles wat wij doen. Kijk, vraag, vaak vragen wij aan Allah subhanahu wa ta'ala. Wij vragen iets. En soms komt het uit. Soms worden onze gebeden verhoord. En soms worden onze gebeden niet verhoord. Of voor, dat denken wij. Dan denken wij dat onze gebeden niet verhoord zijn. Want dat wat wij hebben gevraagd... ...dat wordt niet duidelijk in onze levens. We zien dat niet verschijnen. Maar... Dua, het vragen aan Allah subhanahu wa ta'ala, moeten we ten alle tijde doen. Ook al hebben wij het gevoel dat onze gebed niet verhoord wordt of niet verhoord is. Want er zit altijd een voordeel aan. Het doen van gebed, het doen van dua, ook al komt het voor onze zicht niet uit, er gebeurt altijd iets goeds voor ons. Want er zijn drie situaties, er zijn drie zaken die gebeuren op het moment dat wij een dua doen. Dus wij hebben hoe dan ook altijd voordeel aan een doa. Kijk, want het kan natuurlijk zo zijn dat wij vragen iets. Wij vragen succes, we vragen dingen in onze levens. Maar dat het niet uitkomt. En dat we dan op een gegeven moment hoop verliezen. Van, oh Allah, Allah verhoort mijn gebeden niet. Dus het heeft, min zalik, het heeft geen zin om Allah subhanahu wa ta'ala zaken te vragen. Maar het heeft altijd een voordeel. He, want stel bijvoorbeeld iemand... Vraag elke maand, oh Allah, laat me de staatsloterij winnen. He, ja, ik zie heel veel hadjes hier lachen. Dus iedereen heeft maandelijks die dua. Maar het gebeurt niet. He, want ik zie jullie nog steeds hier. Ja, als jullie hadden gewonnen, waren jullie lang naar Suriname vertrokken, weet ik. He. Maar dus, we hebben natuurlijk zo'n dua's dat we elke, elke dag vragen: oh Allah, geef me dit. Oh Allah, geef me dat, geef me dit, geef me dat. Maar we krijgen het niet. Of het wordt niet duidelijk in onze levens. En het kan natuurlijk zo gebeuren dat iemand op een gegeven moment denkt, het heeft geen zin meer om Allah subhanahu wa ta'ala te vragen, want het gebeurt toch niet. Maar dat is een foute instelling. Want dua heeft altijd voordelen voor ons. Het vragen naar God, aan Allah subhanahu wa ta'ala, heeft altijd voordelen aan ons. Want kijk, de eerste situatie is zo'n dua, dat wij vragen, oh Allah, schenk mij dit, of oh Allah, geef mij dat. En Allah subhanahu wa ta'ala verhoort die gebed. Dat is de één situatie. Dus dat het gebed wordt verhoord, dan hebben we daar natuurlijk voordeel aan. Want we hebben Allah subhanahu wa om iets gevraagd en Hij heeft het ons gegeven en het is duidelijk zichtbaar voor ons. Voordeel. Tweede situatie is dat wij Allah subhanahu wa iets vragen, maar wij zien daarvan het voordeel niet direct in onze levens. Maar weet dat dat ook een voordeel voor ons kan brengen. Waarom? Dat zal ik uitleggen. Kijk, veel zaken in onze levens zijn voor ons geschreven. Toch? Bepaalde zaken in onze levens zijn vooraf bepaald door Allah subhanahu wa ta ta'ala. Bijvoorbeeld wanneer wij komen te overlijden. Hoe oud wij gaan worden. Hoeveel geld wij zullen verdienen in onze levens. Of wij gezegend zullen zijn of we niet gezegend zullen zijn. Wat voor problemen wij zullen krijgen. Dat is allemaal al bekend bij Allah subhanahu wa ta ta'ala. Dat is allemaal al geschreven voor ons. Maar die zaken die nog met ons moeten gebeuren, dat is een proces dat soms jaren duurt voordat het tot ons komt. Bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld, stel je hebt Jan. En Jan, als hij 58 jaar oud is, dan zal hij komen te overlijden. middels een auto-ongeluk. Bijvoorbeeld. Toch? Dat is een voorbeeld. Dat is dat dier. Dus dat gaat, is iets wat in de toekomst gaat gebeuren. Jan, over 10 jaar is hij 58 jaar oud. Dan zal hij aangereden worden door een truck en komt hij te overlijden. Maar het is pas over tien jaar. Maar dat betekent, Hazrin Ikraam, dat dat proces tot die aanrijding in de schepping al in gang is gezet. Want die truckchauffeur die hem gaat aanrijden, die is al geboren. Die leeft al ergens. Die heeft al een truckrijbewijs. Hij heeft waarschijnlijk al een truck. Dus dat al dat proces van wording, of van, op het moment dat het is besloten totdat het wordt. Dat proces is soms een proces van jaren. Dus voordat de calamiteit of probleem bij ons komt, kan het een proces zijn dat jarenlang duurt. En de profeet sallallahu wa alaihi wasallam heeft gezegd dat het kan zo zijn dat als jij een dua vraagt aan Allah subhanahu wa ta'ala, dat Allah subhanahu wa ta'ala die dua laat opstijgen naar de hemelen. En onderweg, dat hij, onderweg komt hij dat soort calamiteiten die in wording zijn, komt hij die tegen en houdt hij ze tegen zodat ze niet meer voorkomen bij jou. Subhanallah. En hij blijft die calamiteit, die dua die je hebt gedaan, die gebed die je hebt gedaan, die blijft die calamiteit tegenhouden tot Jabun Kema. Subhanallah. Dus zo zien wij dus dat onze gebeden ook al zien we niet voor onze zicht dat het een voordeel voor ons is. Anderzijds is er natuurlijk ook een situatie waarbij gebeden niet voor ons niet verhoord worden. Dat wij vragen O oh Allah, O oh Allah geef mij alsjeblieft een hele mooie sportauto. O oh Allah geef mij een Ferrari. Maar Allah subhanahu wa ta'ala geeft jou dat niet. Waarom? Omdat Allah subhanahu wa ta'ala weet dat, jou niet, dat dat niet goed voor jou is. Dat als deze jongen, als Raoul van Ferrari krijgt, gaat hij te hard rijden, gaat hij ongeluk maken. Dus dat Allah subhanahu wa ta'ala jou een gebed niet verhoort, omdat hij weet dat het niet goed voor jou is. Maar, ook daarin, zegt Rasulullah sallallahu zit een voordeel. Want die dua is ook niet verspild. Hij zegt, dat soort duas verzamelt Allah subhanahu wa ta'ala bij zich. Zoals een boer een, 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 een zaadje plant in zijn veld, zo houdt Allah subhanahu wa ta'ala dat soort doa's bij zich en hij verzorgt ze en die dua's, de zegeningen daarvan die groeien, en die groeien, en die groeien tot Yawmul Qiyamah, en dan pas zal Allah subhanahu wa ta'ala op de dag des orens jou laten zien, van kijk, dat zijn jouw gebeden, die ik niet verhoord had voor jou, maar ik heb ze hier bij mij gehouden, en ik heb ze vermeerderd voor jou, en Sayyidina Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam zegt, dat als jij de uitkomst van die gebeden zal zien op Yawmul Qiyamah, die zullen zo groot, en die zullen zo mooi zijn, dat iedereen zal zeggen, oh Allah alsjeblieft, li liever had u geen enkele dua van mij verhoor. Subhanallah. Dus dat was even in het kort. Alhamdulillah de toespraak van Mufti uh, Mas'ud saab van vorige week. Op vele verzoek even een korte vertaling gedaan. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala hem zijn maqam, zijn niveau verhogen inshallah. Zodat hij ons, onze harten vaker kan verlichten. Alhamdulillah zin in Vandaag wil ik het hebben. In het kort nog over de levende gunst die wij hebben gekregen van Allah subhanahu wa ta'ala. En in deze leven, in onze leven, hebben wij vele gunsten gehad van Allah subhanahu wa ta'ala. Gigantisch vele gunsten. Wij kunnen ons niet eens voorstellen, wij kunnen niet eens beginnen te tellen, de gunsten die wij krijgen van Allah subhanahu wa ta'ala. Elke adem die wij nemen, elke slok water die wij drinken, elke molecuul die wij tot ons nemen, is de gunst van Allah subhanahu wa ta'ala. Vele gunsten hebben wij van hem gehad. Maar vandaag wil ik het hebben over een bijzondere gunst, die, die velen van ons vergeten zijn. En het mooie van deze gunst is juist dat dit is de enige levende gunst die wij nog hebben van Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. En dat is de Koran. De Koran is de levende gunst. Burhan is de levende gunst van Allah subhanahu wa ta'ala aan Sayyidina Rasulallah sallallahu alayhi wa ala, die wij nu nog steeds hebben en tot einde der tijd zullen hebben. Kijk, vele zaken staan niet vast in het leven. Vele gunsten zijn tijdelijk. Of die hebben we voor een tijdje. Of die heeft iemand ooit gehad en is al vergaan. Maar deze gunst is nog steeds levend. Het is nog steeds hetzelfde. Precies zoals Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa taalik, dat geopenbaard had gekregen: de Koran, ons heilig boek. Precies zo is het nog steeds in dezelfde absolute vorm. Zonder enige wijziging. En we gaan vaak op zoek naar, naar, naar um, oplossingen voor onze problemen, terwijl we de Koran niet raadplegen. Soms kom ik thuis bij mensen, en ik zou zeggen, ik heb ook meerdere Korans thuis. En sommige Korans bij mij thuis ook, die staan soms stof te verzamelen. He, daar ben ik ook eerlijk in, want ik heb meerdere exemplaren. Dus ik lees ze natuurlijk niet allemaal altijd. Maar velen van ons, soms kom ik bij mensen thuis dan zeggen ze. Imam, kom bij mij thuis, want uh, ik heb iets, ik wil graag dat je Koran komt lezen. Dan kom ik daar, en dan gaan ze de Koran halen van de kast, die ligt meestal op de hoogste kast. En dan brengen ze het soms voor mij, en dan zie ik zo'n laag stof op. Ten laatste was ik bij iemand thuis, en dit is geen grap, maakte de Koran open, toen renden er zilvervitjes uit. Weet toch, van die insecten. Dus dan weet, ik, dan weet ik, dat de Koran lang niet is gelezen. En het is geen aanval naar niemand toe, want dat doe ik ook veel. Maar het is iets, zo'n gunst van Allah subhanahu wa ta'ala, zij het onze grootste levende gunst die wij nog hebben, in ons bezit, en die laten wij verstoffen. Als wij op zoek zijn naar, naar een oplossing voor onze probleem, dan gaan we naar mensen toe, dan gaan we een vriend bellen, van ja, en dan gaan we een uur lang praten over onze problemen. Van ja, mevrouw is weer boos op mij, mevrouw heeft weer dit gezegd en dat gedaan. we gaan bij mensen klagen, terwijl Allah subhanahu wa ta'ala ons leert. Van als jij problemen hebt, dan kijk in de Koran. Waarom? Want de Koran is tibyanun De Koran is het antwoord op alles, maar dan ook alles. Sayn Abdullah ibn Abbas radhiyallahu sahaba ay Rasul, sahaba metgezel van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ...hij zei dat als wij leefden, wij hadden zoveel imaan in de Koran. Want kijk, als Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wat aan zijn metgezellen zei, zij namen dat aan als absolute waarheid. Dat zo, dat zo was hun imaan. En hun zeiden toen Rasulullah sallallahu de Koran is zei, in de Koran was, werd geopenbaard, li dat de Koran is het antwoord op alles. Toen zochten wij het antwoord van alles in de Koran. Het dak is zo ver, dat zelfs als ik de teugels van mijn kameel kwijtraakte, dan vroeg ik dat aan niemand, maar opende ik de Koran. En zodra ik de Koran begon te lezen, toen herinnerde Allah subhanahu wa taala aan mij waar ik de teugels had gelaten. Subhanallah, dat was hun imaan. En die imaan, die hebben wij natuurlijk die staat van imaan kunnen wij niet halen. Met gezelschap van Rasulullah sallallahu hun maqam niveau kunnen wij natuurlijk niet halen. Maar waar is de Koran in onze levens? Zorgen wij er wel voor dat wij de Koran ook tijdig pakken? Voordat wij überhaupt bij imam gaan, imam, ik heb zo zo'n probleem, mijn vrouw is weg, of ik heb buikpijn, hoofdpijn. Voordat wij dat doen, wat hebben we zelf al gedaan? Hebben we in de Koran zelf al geraadpleegd? Kijk, wij praten vaak van mashallah, ik ben hadafi. De ene zegt, nee, alhamdulillah, ik ben shafi. De ene zegt, ik ben maliki. Maar nemen wij onze imam zo ook als voorbeeld? Als we kijken naar imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayh. Dan in, het, in de boeken staat geschreven dat hij maar liefst twee Koran's compleet las per dag. Subhanallah. Twee volledige Koran's las hij per dag. En dat niet alleen één Koran, die las hij elke avond las hij dat in één rak'at namas. Allahu Akbar. Dus dat begon hij deed Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil alameen, totdat we, uh, min al jinnati wan-nas einde van de Koran toen pas ging hij in rokoo. Eén volledig Koran per avond in één rakat namas. En wij zeggen, ja wij zijn Hanafi. En wij, de, onze Koran zit thuis, tof te happen. Imam Shafi, rahmatullahi ta'ala was een Hafiz koran toen hij zeven jaar oud was. Zeven. Imam Shafi, rahmatullahi ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala, heeft verteld. Allah subhanahu wa ta'ala had hem gezegend met fotografisch geheugen. Alles wat hij las of hoorde, dat wist hij meteen uit het hoofd. Subhanallah. En imam Shafi, dus wij praten, we zijn Shafi, we zijn Hanbali, maar we nemen niet, we zijn Maliki, maar we nemen niet de voorbeelden van onze imams. Hoe zij, hoe zij de Koran in hun levens plaatsten. Bij alles wat ze deden, als eerst de Koran pakken. En daarna kijken we naar de rest. Zijna Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa heeft gezegd, in zijn laatste goedba. In de laatste goedba, zijn afscheidsgoedba, heeft Zijna Rasullah sallallahu ala, alayhi wa sallam dit ook benadrukt. Hij zegt: Oh o mensen... Ik, laat, ik zal deze wereld verlaten, maar ik laat twee zaken voor jullie. En als jullie hieraan vasthouden, dan zullen jullie nooit het rechte pad nooit verlaten. Twee zaken die jullie vast moeten houden: de eerste is de Koran. En de tweede is de Sunnah van Rasulullah. De gebruiken van Sayyidina Rasulullah: de tradities, zijn manier van doen, zijn karakter, zijn handelingen, wat hij heeft gezegd. Dat is de sunnah van Rasulallah sallallahu alaihi wa Dus deze twee zaken. Dus als wij problemen hebben in onze levens... moeten wij altijd als eerst kijken naar de Koran. Maar waarom heeft Allah subhanahu wa ta ta'ala de Koran geopenbaard? Allah subhanahu wa ta ta'ala zegt zelf in surah Saad... zegt hij, waarom heb ik de Koran geopenbaard? Hij zegt, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Allah subhanahu wa ta ta'ala zegt, kitabun... Ik heb dit boek heb ik naar jullie gezonden. en zalnahu heb ik naar jullie gezonden. Mubarakun die zeer gezegend is. Kijk, dit is ook een belangrijk punt. Allah subhanahu wa taala zegt: Ik heb dit gezegend boek naar jullie geschonken. Dus met andere woorden, deze boek, dit boek, dit we hebben van Allah subhanahu wa taala is een mubarakun, is een zeer hoog en gezegend iets. Kijk, vaak wij doen veel zaken in onze levens om barakka te krijgen. Soms gaan we helemaal naar heilige plaatsen om daar baraka te krijgen. En dat moeten we ook absoluut doen. Of we gaan naar een grote imam. We gaan naar een grote Maulana. Of we gaan naar een grote Piraterikat om baraka te krijgen, Fuyus te krijgen. Of we gaan naar heilige plaatsen om daar fuyus, baraka te krijgen, zegeningen te krijgen van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat moeten we absoluut doen. Moeten we absoluut doen. Maar wat we niet moeten vergeten, dat Allah subhanahu wa taala zegt dat deze is Kitabun Mubarakun. Dit boek is ook gezegend. Dit boek is meest gezegend. Dus wij moeten niet vergeten dat de Koran die wij in huis hebben ook een manier is om zegeningen te krijgen. Hoe zelfs, hoeveel? Rasulullah sallallahu taala wa sallam. Want kijk, iemand kan zeggen, van kijk de Koran. Waarom moet ik de Koran lezen? Want ik begrijp het toch niet. Ik kan geen Arabisch. Kijk, ten eerste moeten wij allemaal jegens de Koran hebben wij vier verplichtingen. Elke moslim, man of vrouw, jong of oud, heeft jegens de Koran vier verplichtingen. De eerste verplichting jegens de Koran die wij hebben is dat wij haar tekst lezen. Dat wij de letterlijke tekst van de Koran in het Arabisch lezen is onze eerste plicht. Waarom? Want dit zijn de letterlijke woorden van onze Schepper. Dit zijn de letterlijke woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Kan je het voorstellen? Dit zijn de letterlijke woorden van degene die ons geschapen heeft. Als jij één letter van de Koran, omdat het de woorden zijn die Allah subhanahu wa ta'ala heeft neergezonden. Als jij één letter van de Koran leest, geeft Allah subhanahu wa ta'ala jou tien zegeningen in je leven. Subhanallah. Voor elke letter. Niet dat alleen. Als jij voor elke letter in de Koran dat jij leest, bij elke letter, als jij zegt bijvoorbeeld Alif, laam, mim, laam, en Alif, lam is trouwens twee laams, dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala: bij elke letter die jij leest in de Koran, geeft Allah subhanahu wa ta'ala jouw antwoord, zakarani abdi. Mijn dienaar heeft mij herinnerd. Subhanallah. Bij elke letter dat jij leest, kan je je voorstellen? Wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, fadkuruni dat als jij aan mij denkt, zal ik aan jou denken. Subhanallah. Bij elke woord dat jij dus zegt, bij elke letter dat jij zegt in de Koran, weet dus dat Allah subhanahu wa ta'ala jou beantwoordt. Dat mijn dienaar heeft aan mij gedacht. Mijn dienaar heeft mij geprezen. Mijn dienaar heeft mij aangeroepen. Subhanallah. Dat zo'n mooie gunst hebben wij van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus, ook al begrijpen wij het niet, de letterlijke teksten niet, de zegeningen zijn immens van de Koran. Zover zelfs dat de ulemaai kiram, die zeggen dat als iemand de Koran niet kan lezen, omdat hij geen Arabisch kan, dan is het zelfs zo dat hij de Koran moet pakken, met wuzu, in staat van reinheid, en dat hij met zijn vinger van shahada, dat hij in ieder geval over de teksten van de Koran zijn vingers wijst. Subhanallah. Waarom? Want zij zeggen, kijk, je vinger, deze vorm is de vinger van shahada. Toch, daarom, als we in, in salaat zeggen, ishadwe La ilaha illallah wa shiranah Muhammad wa rasuluh. Dit is onze vinger van Shahada. En onze vinger van Shahada is onze connectie met onze harten. Waarom niet waar? Daarom zeggen we ishadwe La ilaha illallah. Toch? Want dan bevestigen we onze imam in onze hart. Dat doen we met onze vinger in Shahada. Zo uiten wij dat. La ilaha illallah. Zeggen dus, jouw vinger van Shahada is jouw connectie met je hart. En jouw connectie met je hart is je connectie met Allah subhanahu wa ta'ala. En de Koran, omdat het kalamullah is, is het noer, is licht. Dus als jouw vinger, dus ook al begrijp jij het niet, als jouw vinger in contact komt met de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala dat noer is, dan gaat die noer middels het vinger, komt het in je hart terecht. Subhanallah. En ook daarin zit de zegen. Dus ook al begrijpen wij de Koran niet, het is onze plicht om de Koran te lezen voor barakaat. Om de gunsten te krijgen van Allah subhanahu wa ta'ala. Want zegt de Rasulullah sallallahu alaihi wa ala, heeft gezegd, dat op de, dag van, op de dag des oordeels zullen onze zonden aan ons gepresenteerd worden en Allah subhanahu wa ta'ala zal ons beoordelen. Hij zal zeggen zo en zo. Hij zal ons veroordelen, beoordelen op basis van onze daden. Maar dan zal de Koran opstaan. De Koran zal er voor ons opstaan en zal zeggen: "O oh Allah, als oh Allah, alsjeblieft vergeet deze dienaar, want op zo'n zo dag heeft hij mij gelezen. O oh Allah, op zo'n dag ging hij mijn suras lezen. O oh Allah, op zo'n dag heeft hij mij aangeraakt. O oh Allah, op zo'n dag heeft hij naar mij gekeken." Subhanallah. Dus het is een middel van, van wasila, een bemiddeling voor onze zonden. Dus mogen Allah Subhanahu wa Ta'ala, ons de kracht geven om de Koran op de juiste manier te respecteren, Amen. toe te passen in onze levens, zodat wij daarmee geleid mogen worden, zodat wij daarmee verlost mogen worden van onze problemen. En mogen Allah Subhanahu wa Ta'ala ons allen daarmee rijkelijk zegenen.